Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij de Discutafel podcast. Fijn dat je weer luistert. Trouwens, kunnen jullie mij wel verstaan? Mijn naam is Jonne Smit en vandaag is 8 november 2018. Is podcast aflevering 24. Jongens, dit is niet te doen meer. Daarom eerst een oproep. Discu-journaal. Wat je hoort, dat zijn hoveniers in mijn straat. Het zijn opnamen die ik heb gemaakt bij twee huizen in mijn directe woonomgeving afgelopen week. De bewoners die hebben een beperking, want ze kunnen hun tuin niet zo goed zelf verzorgen, dus daar schakelen ze een hovenier voor in dit geval via de gemeente. Nou, dat is prima natuurlijk. Maar die hovenier die zorgt wel met zijn apparatuur voor behoorlijk wat lawaai-overlast, moet ik zeggen, alle twee. En dat lawaai, dat kan je tot ver over de straatgrenzen heen horen. Dat is voor mensen heel vervelend, maar ook voor de dieren die in de huizen en in de tuinen verblijven. En dan zijn de bladblazers nog niet eens geweest. Daarom een oproep aan hoveniers. Beste mensen, kan dit anders? Ooit las ik over een schilder die zichzelf de stille schilder noemde. Dat was een vakman die zonder blerende radio op de ladder stond. Het regende vervolgens klanten. Dit is echt een gat in de markt. Hierbij dus een oproep aan jullie en ook aan de gemeente die jullie als hovenier inschakelen. Kan het wat zachter? Er zijn intussen geruisloze heggescharen op de markt. Denk aan de buren van je klanten. Ook dat is ecologisch tuinieren. Dank jullie wel. Discu-nieuws. Nou, de rust is weergekeerd en in deze rubriek heb ik vandaag drie onderwerpen. Als eerste, onze podcast van 25 oktober die bevatte een kleine quiz, dat weet je misschien nog. Ik las een fragment voor uit een gedicht dat de titel heeft Als iemand mij nou maar. En de vraag was, over welke plant gaat dit gedicht? Nou, voor de winnaar had ik een zakje zaadjes klaargelegd van een tomaat, Moneymaker, en ik zou de winnaar trekken uit de correcte uitzendingen. Het gedicht is van Tjitske Jansen en het gaat over een tamme kastanje. Helaas heeft niemand het juiste antwoord ingezonden. Dat is jammer. Over een poosje volgt nog eens een quizje, stel ik voor. En dan wordt de prijzenpot gewoon verdubbeld. Behalve de tomatenzaden komt er dan nog een prijsje bij. Dan het tweede onderwerp, een heel korte verwijzing naar mijn blog, waarin ik podcasting verbind met het bedrijfsleven. Voor de ondernemers of geïnteresseerden in het bedrijfsleven onder jullie is dit misschien leuk om even te lezen. De link staat in de show notes. Tot slot in deze nieuwsrubriek een nieuwtje van Veld. En dat is vooral leuk voor je als je je meer wilt verdiepen in permacultuur in je eigen tuin. Want aanstaande zaterdag, 10 november, dan houdt Veld een gloednieuw boek ten doop dat de titel draagt Permacultuur van appelboom tot zeekool. Nou ben ik bevoorrecht, ik heb het boek al kunnen doorbladeren. Ik bespreek het nu dus kort op basis van dat doorbladeren. En het is misschien goed om even te vertellen dat ik dat doe zonder enige vorm van tegenprestatie van de uitgever of zo. Wat ik erover zeg, dat is gewoon mijn mening voor jou als luisteraar van Discutafel. En ik vind het gewoon leuk om je dit nieuwtje mee te geven. Het boek bevat basisinformatie over permacultuur. En er staan ook portretten in van tuiniers en hun ontwerpen. En er staat ook nog een plantenlijst en een literatuurlijst in. Nou, wat is nou een goed tuinboek, vind ik? Dat is een boek dat je eigenlijk moet motiveren om het zo snel mogelijk weg te leggen en de tuin in te rennen en aan de slag te gaan. Dat is zoiets als bij een kookboek. Daar moeten mooie foto's in staan en praktische tips dat je direct de ingrediënten gaat kopen en in de keuken aan het werk gaat. Nou, als je nou kijkt naar dit boek, dit permacultuurboek, dan is dat ook echt heel smakelijk. Hij is heel mooi en fraai opgemaakt met prachtige foto's, mooi lettertype. Heel stimulerend vind ik. Het boek heeft een duidelijke indeling en er is ook een fijne index bij. En wat ik zelf heel plezierig vind is dat veel van de planten ook met hun
Latijnse naam staan vermeld. Voor sommigen van jullie is dat niet zo belangrijk, voor anderen misschien wel. Zelf vind ik dat wanneer je de Latijnse naam van een plant kent, dan voorkom je misverstanden als je in de winkel op zoek bent naar de desbetreffende plant. Want die Latijnse naam, dat is de unieke naam. Terwijl de Nederlandse namen nogal eens uiteen kunnen lopen voor de een en dezelfde plant. Dit permacultuurboek wat ik nu bespreek, dat heeft een gemengde functie. Er staan persoonlijke portretten in, zoals ik al zei. Nou, die zijn heel leuk om te lezen. Maar er staat ook een hele lijst in met grondslagen van permacultuur en ontwerpprincipes van permacultuur. En dat is juist eigenlijk weer meer een naslagwerk. En die combinatie van functies vind ik wel een beetje jammer. Ik zal zelf die persoonlijke portretten een keer lezen, maar één keer is genoeg. Terwijl ik de naslaginformatie geregeld erbij zou willen pakken. En dan heb ik liever op die extra pagina's die naslaginformatie nog wat verder uitgediept dan de persoonlijke portretten. Maar goed, dat is persoonlijk. In deze tijden vind ik ook een combinatie met online middelen eigenlijk wel gepast. Als je een drukwerk uitgeeft, dan heeft dat zeker zijn meerwaarde, maar zou het niet leuk zijn om bijvoorbeeld de plantenlijst en de literatuurlijst online actueel te houden? Al met al vind ik dit boek een heel aantrekkelijke aanwinst voor in je boekenkast en op je tafel, om eens even deze week winter lekker door te kunnen nemen. De titel is Permacultuur van appelboom tot zeekool. De auteur is Linder van den Heerik. Het boek heeft 176 pagina's en kost €30. Wanneer je lid bent van Veld, dan krijg je een korting. Je kunt het boek kopen via je lokale veldafdeling of de boekwinkel van Veld. En ook in grote webshops kan je intussen dit boek reserveren. Ga naar de show note voor de bijbehorende links. Discu-kennis. Bij ecologisch tuinieren ga je uit van de natuur en daar hoort natuurlijke beplanting bij. Maar wat is dat nou, natuurlijke beplanting? Op een junidag in 2018 was ik in een biologische demonstratietuin in Engeland. En daar legden ze het heel goed uit. Het heette daar de Ryton Organic Gardens. Luister even mee. Na een kop thee loop ik de Ryton Organic Gardens in. En het eerste waar ik op stuit, dat is een paneel waarin wordt uitgelegd wat natuurlijke beplanting inhoudt. Er is hier een heel vak waar ik onder andere geraniums herken, Algamilla mollis, Phlomis. In de verte zie ik nog een soort peen, wilde peenachtige bloeien. Ik zie dus verschillende soorten geel, groen, paars en wit door elkaar. En ze hebben deze planten gekozen omdat ze makkelijk zich vestigen, omdat ze visueel aantrekkelijk zijn, omdat ze passen bij het plaatselijke klimaat en ook bij de bodem. Dat is een vrij lichte, goed doorlatende bodem. Ze hebben hier in deze omgeving nogal laat ook nog vorst in de lente. En er komt nogal eens een keer een flinke gale, een regen- of hagelstorm over het landschap heen. En daar moeten de planten natuurlijk ook tegen kunnen. Verder zijn de planten vertonen nogal wat weerstand tegen ziektes. En ze hebben ook de neiging om goed de bodem te bedekken, zodat zij onkruidgroei tegengaan. En tot slot zijn ze gemakkelijk om te snoeien en om gedurende een langere tijd goed te houden in de tuin. En dat maakt dat deze planten heel geschikt zijn, eigenlijk heel licht om te onderhouden. En toch door de variatie en door de verschillende natuurlijke eigenschappen van de planten heel geschikt om ook als een ecologische tuin te fungeren. Natuurlijke beplanting. Tot zover de uitleg daar bij Ryton Organic Gardens van het begrip natuurlijke beplanting. Kijk in de show note voor een foto van deze natuurlijke beplanting daar en voor informatie over die Engelse tuinen. Discuslot. Hopelijk heb je met plezier geluisterd naar deze podcast. Het zou geweldig zijn als je reageert, via Twitter bijvoorbeeld of Facebook of je podcast app.
Onze podcast verschijnt iedere 2 weken op donderdag in het Nederlands. En af en toe brengen wij ook een Engelstalige aflevering uit voor onze luisteraars over zee. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit. De volgende podcast kan je beluisteren vanaf 22 november 2018. En dat zou wel eens een bijzondere aflevering kunnen worden met een speciale verslaggever. Je gaat het ontdekken. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.